Ik ben weer eens fashionably late. Ik heb om 9:30 afgesproken met Laura van Lasse Standaardse. En het is eigenlijk 9:45. En het is vandaag helemaal geen bijzondere dag. Maar ik wil jullie toch meenemen om te laten zien dat planning niet altijd mijn sterkste punt is. En dat eigenlijk mijn dag goed verloopt, mits ik niet te laat ben. Want alles is echt mega strak op elkaar gepland. Dus het begint eigenlijk al goed. Ik heb met Laura afgesproken van Lasse Standaardse. Dus dan zul je denken, ja, wat hebben tanden in godsnaam met rimpels te maken? Heel veel, maar daarover later meer. We gaan naar Agnieszka voor mijn littekens. En daarna ga ik een quote opnemen voor Carlijn. Die heeft een nieuwe website, of die gaat een nieuwe website doen. En dan moet ik iets zeggen over wat mijn meest bijzondere moment is. Dat is mijn bevallingen. Dat zijn mijn bevallingen van mijn leven. Nou, dat dus. En dan is het eigenlijk pas 2 uur als ik daar klein mee klaar ben. En dan ga ik artikelen schrijven, kinderen van school halen, boodschappen doen, koken. Dus wat ik zeg, het moet allemaal wel goed lopen. En inmiddels ben ik dus al 20 minuten te laat. Doei! Kijk. En dan druk ik op de bel. Zo jongens, maandagochtend. Laura, goedemorgen. Goedemorgen. Oeps, sorry, een beetje laat. Maakt niet uit. Fijn. Ja, hebben we tijd voor koffie nog? Ja, toch? Tuurlijk. Altijd. Werken en koffie. Wat wil je hebben? Zwart. Hallo. Hoi. Kijk, half elf. We hebben 3 kwartier. We hebben tijd ingelopen. En je ziet hier op mijn telefoontje staan. Het is niet druk. Vertrek nu. Ja, dat red ik makkelijk hoor. Het is een kwartiertje fietsen naar Agnieszka. En wij hebben eigenlijk alles een beetje doorgenomen. We zijn er helemaal uit. Yes. Yes. We hebben zelfs nog tijd voor gewoon 5 minuten kletsen. Kijk, dat is super. Altijd gezellig. Gezellig, hè? Ja. Hallo. Hey. Oh, hey. Kashka. How are you? I'm doing fine. And you? Good. Perfect. Kashka is dus zeg maar het geheime wapen. Samen met Stefan Markt, hè, want die lasert mijn littekens. Maar Kashka masseert ze. Want na de borstvergroting, wat heel veel mensen niet weten, is dat de nabehandeling is eigenlijk net zo belangrijk. Dus Kashka gaat mijn borsten masseren. Ik durf bijna niet hardop te zeggen. Hij start met masseren. Ja. Je moet even uit die haast fietsmodus komen. Why is it important to massage after a breast enhancement? Mostly for swelling, for the condition in general of breast. Yeah. Yeah. They look better after. Yeah, eh? More much better. After. Yeah, going back to shape quicker. En nu probeer ik dat ook een beetje bij te houden qua inkapseling. En de littekens laat ik een beetje dan zo los masseren. En ja, in Brazilië schijnt het dus gewoon heel normaal te zijn, maar in Nederland doen we dat dus niet zo vaak. Dus dan lig ik hier, probeer ik hier 1 keer per maand sowieso, en het liefst natuurlijk iets vaker op de behandeltafel te liggen. We have to make the scarf, yeah. The nutrition of the scarf, we work on it, and the tension it's less, because every scarf got a different tension than the rest of the body tissue, yeah. And it's not so deep anymore, not so visible, the scarf after massage. Kijk. Ja, 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 ja. Hallo. Weer onverwachte gezelligheid, maar dan weer anders. Yes. Heb je, vorige week hadden we een lunch en nu gaan we een video opnemen. We willen voor Holistic een brand movie maken. Die willen we tijdens onze lancering laten zien. En we vragen al onze contributors om op die video in te spreken wat zij zeg maar in hun leven hebben moeten overwinnen. Maar het doel van Holistic is eigenlijk om mensen boven zichzelf uit te laten stijgen. Dus als we op Holistic zeg maar met jullie en met iedereen delen waar wij tegenaan lopen. Dus dat kan rijangst zijn, maar dat kunnen ook hele andere dingen zijn. En wij laten zien hoe wij daar overheen zijn gekomen, dan is dat ook weer heel inspirerend voor andere mensen. Dus dat is het idee achter Holistic, zeg maar, van grote lijnen. Met tegenlicht, hè? Dat kan eigenlijk echt niet, maar ja. Ik kan een lamp erop schijnen. Kom je gewoon een quote geven voor de Holistic Brand Movie? Ja, ik moest het in 1 keer ging het, hoorde ik
Kijk, en hier een heel knappe man, jongens. Hoi. Hi, dag Dennis. Nee, dat gaat over angst overwinnen. Ja, maar je kent mij toch? Ik heb helemaal geen angsten. Maar je hebt toch wel gevoel? Ja, maar... Ja, ik heb wel gevoel. Maar geen angsten. Nee? Het gaat zo diep. Ik ben helemaal niet van het diep gaan. Misschien hier. Moet je dat gewoon zeggen. Ja. Mijn grootste overwinning ooit moet ik natuurlijk eigenlijk mijn kinderen zeggen. Maar de bevalling is zo natuurlijk en zo menselijk dat ik dat niet echt een overwinning kan noemen. Maar ik denk dat mijn grootste overwinning ooit is om te zeggen, om toe te geven dat ik onzeker was, want het is was, over mijn borsten. Ik denk dat het is. Dat ik vond het moeilijker dan ik dacht. Eén voor de gang. Zwaar. Zo, tekeningen. En... Kleien, laat eens zien Fien, wat je allemaal gemaakt hebt. Aan wie? Ja? Aan mij. Kijk, wat we gemaakt hebben. Echt mooi. Sterren, kleien. En nu heb ik de rust om even met Fien te kleien. Want we zijn klaar, hè? Mama hoeft niet meer te werken. Nou ja, vanavond nog. Maar het is wel stuk. Ja. Zal ik dan maar eten gaan koken? Wat gaan we eten? Broccoli. Ik wil ook dat. Kijk, want dat is het fijne van eigen baas zijn en je tijd kunnen indelen, Fien. Fien filmt. Ja. Dat is het fijne. Dat ik wel mijn kinderen uit school kan halen. Zo, Fien. Mama gaat eten koken. Kom maar. Zeg maar dag. Dag. Super bedankt voor het kijken. En wil je op de hoogte blijven van alle video's? Abonneer je dan op mijn kanaal. En je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Instagram. En natuurlijk mijn blog furl.nl. Dankjewel voor het kijken. Doei.